Minna heeft asielhond Lars. En Lars laat ons zien wat de basisprincipes zijn van wandelen zonder trekken. Het idee van wandelen zonder trekken is dat je natuurlijk een slappe lijn hebt en dat je hond bij je in de buurt blijft. Dus elke keer als de lijn slap is, gaat Minna klikken en Lars belonen. Op het moment dat Lars gaat trekken of naar het eind van de lijn loopt, stopt Minna en wacht Minna totdat Lars ervoor kiest om weer naar haar te kijken. Op dat moment klikt ze en beloont ze. Dus dit is het punt waarop je eventjes wacht. Heel mooi keuzemoment van Lars. Minna klikt op het moment dat Lars echt bij haar been is. Want anders zou Lars denken, oh, ik hoef alleen maar om te kijken. Ik hoef niet helemaal terug te komen. En wat je echt wil is dat die hond leert, als ik de goede keuze maak, terug naar mijn begeleider loop, dan hoor ik de klikken en de beloning. Heel vaak klikken en belonen is het motto, want je bent je hond iets aan het leren. Zou je dus te snel stoppen met belonen en met vaak belonen, krijgt je hond de indruk dat het dus misschien niet goed genoeg is wat hij doet en dan gaat hij een ander plan trekken. Dus op het moment dat jij hem heel vaak gaat klikken en belonen onderweg, dan blijft hij attent op jou en blijft hij aan het werk en kun je hem dus elke keer belonen voor de dingen die hij goed doet. Op het moment dat hij dan leert, deze keuze maken levert me wel iets op. En zoals nu, een rondje om Minna heen lopen levert me niks op. Maar de keuze maken om weer terug te komen bij jou levert me een klik op. Is dat dus ook de positie die de hond steeds vaker en steeds makkelijker gaat kiezen. En bedenk ook altijd goed, het is een gewoonte, hè? Dus je moet je hond net zo vaak weer terug naar die plek zetten en net zo vaak weer uitnodigen om bij jou in de buurt te blijven als nodig is om hem uit te leggen dat dat is waar je hem hebben wil.